Voor de zevende keer werd november 1997 in het noorden van India de Himalayan 100 Mile Stage Race gehouden. Een ultraloop door het hooggebergte van India met in de verte zicht op de indrukwekkende reuzen van de Himalaya. Een wedstrijd die duurde van 6 tot en met 10 november 1997. Vijf dagen van uiterste krachtinspanning, vechten tegen jezelf en de elementen. Hardlopen over nauwelijks begaanbare wegen en paden en dat 160 kilometer lang. Magma is going to be steep climb, then it will be little down, but still climb. Then this particular place, you get with the map. But this, I definitely like to tell you, this is Tonglu. You will have a very good time, I mean tough time. Na de nacht vroeg opstaan om je klaar te maken voor de eerste race, de eerste dag van de Himalayan Stage Race met het fantastische zicht op het Himalaya-gebergte in het vroege ochtendrood. De start van de Himalayan 100 Mile Stage Race, die is gevallen. De lopers gingen over een zeer geaccidenteerd terrein. Van het eerste stuk, dat we nu zojuist al van Mr. Pandy, stijgend, dan een korte afdaling. En vervolgens voornamelijk omhoog, richting Sandakpu. Een beetje een beeld van het parcours waarover de lopers zich zullen moeten gaan voortbegeven. Naar een hoogte van ongeveer 3600 meter. In de race ging trouwens ook een arts mee, die ziet u hier in beeld met het witte t-shirt en de fles in handen. En de plaatselijke bevolking en vooral de schoolkinderen heten Han Frenke welkom. 19, je bent op de front. Zit op de tiende plaats ongeveer. Is dat in orde? Mm-hmm. Rustig aan, hè. Heet goed, hè, joh. Mm. And you need potato. Thank Mr. you, Pandy. Hi, ja. Oké, die hand. Graag vanmiddag. Ik heb eens een zin wie sport er is. En die wandelaars waarvan u hier trouwens geen exemplaar in beeld ziet, die gingen over een iets andere route, want hier is Lamberschuurs. Dat is zwaar, ja. Voor jou ook. Och jong, zelfs voor mij. Ik wil een hartslag 160, 170. Eerlijk? Hey, succes, tot zo. Hoop je nog te zien. En Lamberschuurs, die zwoegt hier omhoog met een hartslag van ongeveer 170. Lamberschuurs die trouwens aan deze wedstrijd ging deelnemen met de verwachting van uitlopen, dat is mijn eerste doel. Zou zich gaandeweg tot gaan ontwikkelen tot iemand die tot de beste zou gaan behoren. En dan de derde plaats, de eerste dag. Even tekenen, kom op. Lamberschuurs. Hey. Great guys. De Mart, please take water. And sign here. En hier ziet u dan over de schouders van Lambert de Tibetaanse doekjes hangen. Alle atleten hebben uitgereikt gekregen. Ik dacht het zwaar we zijn, maar dit is echt onbeschrijfelijk. Je denkt steeds maar dat je er bent en dan moet je weer verder. Ja, je komt op laatst niet meer vooruit, hè. Niet teleurgesteld dat hij nog even langs is gekomen. Nee. Klasse.
En dan uiteindelijk Hans Wenke over de finish. 41. Die zich overigens de eerste dag behoorlijk passeerde aan een enkel. Fantastisch. Nou, geweldig. Fantastisch. Goed te nooien, man. De eind nog. Ik had niet gedacht dat het zo zou worden. Maar ja, morgen dan gaan we weer. Twee dagen tegen dat geet beter. Echt? Ja, het wordt vandaag heel zwaar. Het eerste stuk ging wel, tot 13 kilometer. Daarna ging het bergaf, dat ging ook. Maar het laatste stuk van 20 kilometer tot die 38, dat was erg zwaar. Omdat er ook stukken 30% stijgingspercentage zat. En veel van die brikken wat er normaal in de kanaal zijn. Die hebben het hele parcours gehad en dat is ook levensgevaarlijk. Je hebt nog 5 minuten schoenen opgescheurd. Yeah. Ja, maakt niet zoet. Maar je broke your shoes. Ja, dat is een better. We've done it and that's good. That's good, that's right, that's right. Ja, je doet. En dan is iedereen over de finish. Dan kunnen we genieten van het fantastische uitzicht. In de ochtend van de tweede dag. Over de Himalaya. De tweede dag, 7 november 1997, ging over een afstand van 32 kilometer, oftewel 20 mijl. Een tocht van Sandakpu naar Phulet op ongeveer 3500 meter hoogte. Overnacht werd in een koude nacht met temperaturen van rond de 20 graden onder nul. En dan is het weer 's ochtends vroeg opstaan. Om 4:30 uit het bedje en dan richting weer de start van de volgende dag. Goed run! De eerste dag over een zeer geaccidenteerd terrein ging, lag het op de tweede dag toch iets anders. Men ging dan over goed begaanbare jeeptracks, dwars door de natuur met jakhalzen, wilde paarden en voor sommige gelukkige assen misschien zouden zien de Red Panda. 32 kilometer gingen door het Sandakpu National Park, een vrijwel onbewoond gebied. Je kunt je dan afvragen of de atleten ook oog hebben voor deze schitterende natuur op een hoogte van ongeveer 3500 meter. En de Engelsman Ian Tripp die had al eens een keer eerder aan zo'n race meegedaan, maar het blijft gewoon een hele moeilijke strijd in een fantastische omgeving. Ja, nog omhoog gaan, dat is wat moeilijker natuurlijk. Dan voel je je als een invalide. Ik ga liever omlaag. Ik heb alleen pijn in mijn enkel. Je hebt een hele brezom. Ja, brezom. Hindert hij je niet te veel? Nee, dat niet, maar ik kan gewoon niet voluit lopen. Ik loop echt op 50%. En dat is het probleem. En bergop heb je ook moeite met ademen. Ik krijg geen genoeg lucht op dat we toch hier op 3600 meter zitten. Maar dit is wel voor jou een uitgelezen parcours, hè? Dit, normaal wel, maar ja. In vergelijking met gisteren. Het is iets beter, maar ik denk dat het pas de vierde en de vijfde dag wat iets voor mij wordt. Want morgen met die afdaling ben ik helemaal niet goed in met die rotsblokken, 70 kilometer. Maar ja, we gaan gewoon verder. Hè, dus, zie je nog wat van de omgeving trouwens, of hebben we daar geen tijd voor? Nee, ik zie alleen maar de grond. De grond, die houdt je goed want in de gaten. Want als ik één keer naar de Mount Everest kijk, dan lig ik aan een ravijn of op de grond. Ja. En het is in ieder geval geen geplaveid parcours waar de heren over gaan. Dat blijft natuurlijk toch de wilde natuur van de Himalaya en de Himalayan 100 Mile Stage Race 1997. En dan kun je als organisatie wel zeggen, we gaan over goed begaanbare jeeptracks. Met een jeep zal dat misschien wel gaan. Maar als je dan die afstand moet lopen, omhoog en omlaag, in die ijle lucht, blijft dat
een zeer uitzonderlijke prestatie. De tweede dag was de eer Noel Henna die trouwens uitlegde dat hij deze race meedeed voor een fundraising voor een stichting met goede doelen voor de bestrijding van hersentumoren. Omdat zijn vrouw ook een hersentumor heeft. Dat ging niet, hè? Dat betaalt niet. De tweede was trouwens op deze tweede dag Lambert Schuurs. En Han Frenke kwam uiteindelijk als 14e binnen. Een ware marathon, de Mount Everest Challenge Marathon. En die ging over een afstand van 14 mijl over een parcours dat de dag eerder werd afgelegd. En vervolgens nog eens 4 mijl omhoog naar Poulet, tot een hoogte van 3500 meter. En daarna ging het alleen maar downhill. En dat ging dan naar een hoogte van ongeveer 2300 meter. En dat ging over een parcours met smalle bergpaden en trails, maar voor sommigen niet breder en dieper dan een paar voetstappen. En het was voor onze cameraman onmogelijk om daarbij aanwezig te zijn. Maar het ging wel langs adembenemende afgronden en ravijnen. Ik kan niet doorgaan. Elke keer moet ik, als ik mijn voet zet, dan gaat hij weer weg en dan ben ik mijn hamstring zien gaan. En in het begin ging het snel. Hè? In het begin ging het snel, dan moeilijk. En dan denk ik, daar kom ik daar aan die brug. Daar ben ik daar. Ja, ja, ja. Scheisse. Maar je lacht is onvoorstelbaar. Hè? Dat, hey, ja. En op die tekening zo alles vlak zijn, dat ging alleen maar bergop. Na de inspanningen van de marathon van de dag ervoor werd op de vierde dag slechts 13 mijl afgelegd. Dus bijna een 21 kilometer lange tocht van het bergdorpje Rimbik naar Palma Giua. En vanuit Rimbik op een hoogte van 1950 meter werd een zware afdaling gemaakt tot een hoogte van 1490 meter. Om vervolgens weer te stijgen naar 1960 meter naar het plaatsje Palma Giua. Onze cameraman die werd ook steeds populairder bij de atleten. De wedstrijd van deze dag ging trouwens over algemeen goed begaanbare wegen en paden. En die waren ook trouwens aangegeven, dat ziet u op de weg met rode pijlen. En als er geen wegen waren waar je op kon schilderen, dan hingen er lintjes in de bomen om zo het parcours voor de atleten aan te geven. Fantastische natuur waardoor de atleten gingen. Het is ook regelmatig eventjes bij de controleposten je handtekening zetten. En dan drinken, maar alleen maar uit flessen. En zeker geen water uit de natuur om ziektes te voorkomen. En Lambert, hoe gaat die? Ik kapot. Je ligt keurig derde. Een minuutje achterstand denk ik. En hier ziet u Han Frenk in gezelschap van Susanna Rowett. De vrouw die het zo fantastisch deed in deze zevende uitvoering van de stage race. Dan gaat het parcours door de natuur over bruggen en bruggetjes. Stroompjes, riviertjes, dat alles moest gepasseerd worden. En de cameraman die het ook allemaal moet doen. Richting de finish van Palma Giua. Met Lambert Schuurs die alleen ging voor de uitdagingen om het uitlopen, maar gaandeweg toch al heel snel mee ging doen in de top van de race. Oké, Lambert. De strijd om de derde plaats. Goed, Lambert. En daar de finish van Lambert Schuurs die ook een moeilijke dag achter de rug had. Alle atleten die zouden starten ook allemaal zouden finishen en dat er in ieder geval niemand zou uitvallen. Zoals vanmorgen afgesproken, dit is jouw dag vandaag, hè? Ja, het ging gelukkig beter dan die tweede en derde dag. En ik heb alleen moeten overgeven van het ei. Ik had toch wat te veel omelet vanmorgen gehad. En dat brak me op en ik dacht dat het nog 5 kilometer verder was. Dus ja, eindsprint is eigenlijk te laat, maar ja, ik ben toch tevreden. Dus.
de normale. Hey jongens, nog één dagje. The Friends Forever. Dan krijgen we de laatste dag van de Himalayan Stage Race. I would like to have some crawfishes for breakfast this morning. Maybe you got them tomorrow. And, all right, good. And beer, also, please. And a six-pack of Heineken. Glacier Rodevee. De startroute werd dan gedaan in Palmajua, dus eerst was het weer even met de bus omhoog. En daarna de laatste dag van 17 mijl, 27,2 kilometer. En met die bus gaan we door het dorp richting de start van Palmajua. Even flink gas geven. Ramen dicht graag. En dan is het nog eventjes, als je de tijd voor hebt en als je er oog voor hebt, om even te genieten van die prachtige natuur. En de atleten die zich klaarmaken voor de laatste race. Flink insmeren. Wat is dat, bunjeroli? Sorry about my ass. Ja. Want de dunne en ijle lucht van de Himalaya zorgt uiteraard ook voor een zeer hoge mate van UV-straling. En daar zul je je tegen moeten beschermen als atleet. En dan is het langzamerhand tijd om te starten en is het hele peloton compleet. De tocht dus over 17 mijl van Palmajua naar Manabijang, vlakbij Mirik. En op die dag moesten de atleten dan eerst een klein stukje klimmen. Het ging door jungle en pijnboomwoud. Iedereen in een uitgelaten stemming. En dit is het parcours waar sommige atleten zich in ieder geval lekker in voelen. Gaat goed? En je zit goed in de race. En Lambert Schuurs die er alles aan doet om zijn derde plaats te verdedigen. Han ook! Nog twee plekken achter! Toch maar eventjes tussen de eerste heren zat. Twee minuten Lambert. En Lambert Schuurs samen met de Ier Noel Henna. Achtervolgd door Steiner naar Han Frenke. En dan is het laatste stukje omhoog, ook voor Han Frenke. En voor Lambert Schuurs en Noel Henna. Links vierde op 4 minuten. Hey, vierde stek, 4 minuten achter de eerste. En Han Frenke heeft nog maar een achterstand van 4 minuten. Perfect. Op 4e plaats in het deelnemersveld. Dat is gewoon de top, hè? Er staat de cola boven. En dat leed aan Stijn, die overigens heel goed liep op cola. Als die over de finish kwam. Noel Henna en Han Frenke. Je bent vliegend binnengekomen, zag ik, hè? Ja, het ging vandaag heel goed. Dankzij de cola. En ik had gewoon een goede dag vandaag. Het is gewoon jammer dat die rest van de 3 dagen alleen maar stenen waren. Maar als het dit parcours is, alles asfalt en dat ik niet hoef te kijken waar ik moet lopen, dat ik vanzelf gaat, dan gaat het vanzelf. Maar ja, het is eigenlijk 3 dagen te kort voor mij. Maar ja, ik ben ook niet moe, dus ik kon nog harder. Dat de organisatie erin slaagt om het parcours nog te verlengen, dus het is toch nu echt het eind. Ja, ja, is je hebt een fantastische race gemaakt. Ja, ja. 100 mijl, 160 kilometer. Ja. Je hebt toch maar in die benen zitten, hè? Ja, dus ja, ik voel niet veel spierpijn. Het gaat goed, de benen. Voor mij mag het nog rustig langer zijn. Ik zeg alleen, ja, het moet zo die stenen grond zijn en dat is natuurlijk voor mij het beste. En ja, die 32e dag had ik gewoon veel te veel last van de hoogte. Ja. Maar desondank was Lambert toch 10 keer sterker dan mij, dus dat maakt niet uit. Maar ik had alleen meer gedacht, meer van asfalt, want dit heb ik ook gelopen in de Pyreneeën. En in de Alpen loop ik ook altijd op deze weg en dan gaat het goed. Maar ja, maakt niet uit, ben tevreden. Hey, hey. Hallo. En Lambert Schuurs die over de finish komt als vierde en een paar minuutjes achterstand op Han Frenke. En echt kapot is. En Mr. Pendy die nog even duidelijk maakt dat hij de finish gehaald heeft, maar je moet er wat voor over hebben. En hier nog een blik op dat parcours wat de heren hebben moeten bevechten. Het was vooral die eerste 8 kilometer waren verschrikkelijk zwaar.
En ja, ik moest voor twee of drie man blijven om te proberen die derde plaats vast te houden. En dat is gelukt? Ja, dat is gelukt. Fantastisch. En, dankzij Han heeft nog een paar kilometer op sleeptouw genomen. Dus, perfect. En ja, dat is magnifiek. Dat is wat je vriendschap noemt, hè, in de sport. Oké. Okay. En leuk voor Han dat hij vandaag even voor jou binnenkwam. Ja, een paar minuutjes. Ja, maar het is toch de moeite waard. Ja, het was klasse, zwaar. Klasse. Ja, het is onvoorstelbaar. Je hebt 160 kilometer in die benen, jullie allebei trouwens. Ja, dat voel ik ook wel. Maar ja, zaterdag weer een wedstrijdje spelen, handbal. En dan moeten we fit zijn, dus... Oké. Okay. En overmorgen werken? Ja. Jongens, we gaan weer het gewone leven beginnen, met gezin. Zo is het. Ja? Ja. Jongens, bedankt voor je commentaar, hè.